Welkom bij het tweede deel van het verjaardagsfeestje van Physics of Fluids, POF in afkorting. Op 10 oktober hadden we het eerste deel van dit feestje, waarbij 4 mensen een presentatie hielden over verschillende onderwerpen en allemaal ter ere van het 25-jarig bestaan van de vakgroep. Vanavond hebben we weer 4 presentaties en die maken ook opnieuw duidelijk dat alles stroomt. Of het nou heel klein en onzichtbaar is of heel erg groot. Vloeistofdynamica is overal. Oftewel pantarei, Grieks voor alles stroomt. Ik ga jullie even kort door het stroomschema heen loodsen. Detlef Loze begint met een korte samenvatting van het eerste deel, dus van wat we 10 oktober hebben gehoord. Daarna spreken Susanne Hulsje, Tim Segers en Daniel Bon. Detlef, mag ik jou op het podium vragen om te vertellen in zijn algemeenheid wat Physics of Fluids allemaal doet en om een korte samenvatting te geven van de eerste keer. Graag een hartelijk applaus voor Detlef Loze. Nou, bedankt voor de introductie. Flow for Future is de titel. Het Studium Generale Flow for Future. De aanleiding is de 25e verjaardag van ons groep die wij hadden. En die wij hebben een conferentie in verband daarmee begin oktober voor 4 dagen. En één avond was die Studium Generale. Dus in principe heb ik daar al gesproken. Maar ik wil eventjes nog samenvatten over Flow for Future, over de relevantie van de vloeistofdynamica en ook waarom nu de golden eeuw van de vloeistofdynamica is. Nou, de reden is dat de gat tussen wat nu gemeten kan worden en wat gesimuleerd kan worden, numeriek, dat gat wordt kleiner en kleiner door de ontwikkeling van de techniek, de chips, de computer, de parallelisering, maar ook de meettechniek. En die is zo klein geworden dat inmiddels een vergelijk 1-op-1 mogelijk is als je een goed gedefinieerde geometrie hebt. Bijvoorbeeld de geometrie vat met water wat van beneden verwarmd wordt, van boven gekoeld. Wat is de stroming die er ontstaat en wat is het transport van warmte van beneden naar boven? Dat kan je nu 1-op-1 modelleren. Je wil dat doen om dit soort modelsystemen te hebben, om de fundamentele natuurkunde te begrijpen van grotere systemen. Dus en dat is nu mogelijk geworden. Dat was zelfs in de jaren 90 of zelfs 2010 was het dan heel mogelijk. En daarom noem ik het nu, dit eeuw nu, is de golden eeuw van de vloeistofdynamica. Dus die complexiteit die wij hebben, die kan meer en meer uit elkaar gehaald worden en de reden voor de een of andere verschijnsel kan geïdentificeerd worden. Maar wat ook de reden voor de golden eeuw is van de vloeistofdynamica is dat die verschillende disciplines die meedoen in het vakgebied, dat die dichter bij elkaar komen. Ik kom er zo bij toe. Dus die complexiteit die er is, is door turbulentie, door multiscale features, door faseovergang van vast naar vloeibaar, van vloeibaar naar gas, door de randvoorwaarden, door chemische reacties. Maar ook fluid physics of life is ook een van de complexiteiten. De schaal is van subnanometer naar tienduizenden van kilometers. Maar die vergelijkingen die het alles beschrijven, zijn hetzelfde. Dat zijn gewoon die Navier-Stokes-vergelijkingen. En in die zin is er samenhang. Er is ook samenhang in de methodiek, in de meettechniek. Dus het is samenhang in het gebied, maar toepassingsgebieden zijn gewoon anders. Ja, physics of fluids, of vloeistofdynamica, is multidisciplinair. Met in de natuurkunde, in de scheikunde, mechanical engineering, in de wiskunde, computer science, maar ook geofysica, oceanografie, klimaat. In al die gebieden vind je de vloeistofdynamica terug. So, wat is de relevantie? Nou, we hebben 6 gebieden geïdentificeerd: flow for climate, flow for energy transition, flow for the environment, flow for health, flow for high tech en flow for food and agro. En ik wil even voorbeelden noemen voor die verschillende. Dus flow for climate
moet je denken aan wolken en aan global warming natuurlijk, aan de Gulf Stream, de directie van de Gulf Stream. Nou, die gaat nu zo. En nou, op termijn zou die anders kunnen gaan, wat de ramp zou zijn voor Europa. Zitten er tipping points, dat het omdraait? Nou, dat zijn vragen die wij proberen te beantwoorden. Dan Flow for Climate ook, melting van ijsreservoirs. Daar heb ik het afgelopen week uitgebreid over gehad. En ook de spreading van pollution, van vervuiling, is ook een van de onderwerpen van Flow for Climate. Dan Flow for Energy Transition. Ook daar hadden we afgelopen, voor twee weken geleden over. Heb je als onderwerpen elektrolyse en waterstoftechnologie, katalyse en batterijen. Dan transport van LNG, liquefied natural gases, en wind en cellulose energy. Dat zijn ook alles vloeistofdynamische problemen die hier om de hoek komen kijken. Het is heel duidelijk dat wij naar waterstofopslag moeten. En dat is in principe tot groot gedeelte vloeistofdynamisch probleem. Dan flow for the environment. Daar heb je sedimenten in rivieren en in tidal zones. Daar zullen we straks meer over horen van Susanne. Flood prevention, ook daarover zullen we meer horen. Maar flow for environment hoort ook bij flow in gebouwen, in steden. Dus waarom worden steden zo heet? Hoe kan je dat voorkomen? Door goed bouwbeleid. En flow for environment, ook wastewater treatment. En verder flow for health. Daar heb je als voorbeeld aerosolen en COVID. Nou, als er infecties is, is nu weer de tijd. Hoe verspreiden de aerosolen? Wat kan je er tegen doen? Wat zijn de goede omstandigheden? Wat de virus in het lichaam doet, nou, dat is een medicinisch of biologisch probleem. Maar hoe de virus van de ene lichaam naar de andere komt, dat is gewoon vloeistofdynamisch probleem. Verder medical diagnostics en lab on a ship. Ook dat is een vloeistofdynamisch probleem. Organ on a ship, ultrasound imaging. Ook dat is vloeistofdynamische problemen. Je kan inmiddels de stroming in een hart kan je gewoon simuleren. Echt één op één. En als je operatie moet zijn, verandering, hartklep of zo, dan kan je dat van tevoren echt simuleren. Echte dynamica daarvan. Flow for high tech, nou, dat wordt ook vaak vergeten. Inkjet printing, daar horen wij vandaag van Tim uitgebreid over. Additive manufacturing. Dan lithografie over ASML, die kernproces om die kleine structuren te maken op het chip, die kernproces, die is echt een vloeistofdynamisch proces. Dat is immersion lithography of XUV lithografie. Dat zijn twee verschillende technieken. Van alle twee is de kern echt aan de vloeistofdynamica kant. Of Weaver Clinic is ook bij Flow for High Tech. En verder Flow for Food and Agro heb je over emulsions en food processing. Nou, ik denk is iedereen duidelijk. Mayonnaise, olie en al die food processing, dat is een vloeistofdynamisch probleem. Maar ook het water geven van korn en hoe doe je dat efficiënt, hoe voorkom je verdamping. En pesticide spraying, daar zullen we straks over horen van Daniel, die er net gekomen is. En ook over de vloeistofdynamica in greenhouse en warmtetransport. Ook dat zijn alles problemen die met vloeistof te doen hebben. En alles wordt gecontroleerd door de onderliggende vergelijkingen. En dat is die Navier-Stokes-vergelijking. Dat is in principe behoud van momentum. En dan de vergelijkingen voor heat en mass transfer. Dus afgelopen week hadden wij verhalen van Anneke Gelderblom over Flow for Health en Flow for Energy Transition van Devrash van der Meer. En in principe hadden wij verhaal voor Flow for Climate van Anna van der Heijt. Maar goed, Anna kon het en ik ben ingevallen en heb dan over Flow for Climate verteld. Vandaag horen wij de laatste drie onderwerpen. Flow for High Tech van Tim Segers en Flow for Food and Agro van Daniel Bonn. En Flow for the Environment van Susanne Hülscher. Het probleem van het vakgebied in de zichtbaarheid is dat het toch lijkt, ondanks dat het alles naar bezorgsvergelijking is, het lijkt versnipperd te zijn in die verschillende toepassingsgebieden. En daar hebben we over nagedacht, nou, hoe kan je de relevantie van de vloeistofdynamica vertellen aan de maatschappij? En de maatschappij is
die NRC-lezer of Volkskrant-lezer of in Den Haag of NWO. Of hier nu Studium Generale. Ik denk dat de overlap tussen NRC-lezer en hier van het publiek dat die vrij groot is. Dus hoe vertel je dat? Om dat te doen, hebben wij een positiedocument geschreven, Flow to the Future, Fluid Dynamics in the Netherlands. En wij zijn Ruud Henkes, die hier vandaag in de audience is en daar misschien ook iets over kan zeggen. En dan John Lincoln en Rob Willems. En dit positiedocument deelt ook die toepassingsgebieden van de vloeistofdynamica in die zes gebieden die ik heb laten zien. En probeert die vast te stellen, wat is de grootte en wat is de impact van de fluid dynamics in Nederland, van de maatschappelijke oogpunt en oogpunt voor wat is de impact op de industrie. Die industrie in Nederland is erg involviert in het Burgercenter, dus de initiatief vanuit het Burgercenter, waar Ruud Henkes de directeur is. Dat zijn bedrijven als Canon, ASML, maar ook hier Demcon, dat is op de andere kant van de straat. En Shell natuurlijk, AkzoNobel en vele andere bedrijven, waar een belangrijke inbreng is van de vloeistofdynamica. Dus het document hebben wij geschreven afgelopen jaar, het was klaar in dit voorjaar. En we hebben het 6 juni aangeboden aan het parlement. En de leden van het parlement met die wij gesproken hebben, waren best goed voorbereid. En we hopen dat het een long-term effect heeft. Hier zie je waar wij proberen duidelijk te maken, wat zijn de challenges van de maatschappij. En de overheid heeft 4 challenges gedefinieerd. Eentje is digitale veiligheid, maar die anderen 3 is health and healthcare, agriculture, water, food, advanced manufacturing and energy transition and sustainability. En voor alle 3 van deze gebieden zijn die gebieden van de vloeistofdynamica ontzettend belangrijk. Dus die 6 gebieden die ik noemde, van climate, energy transition, environment, food and agriculture, high tech and health. Dus daar dragen ze essentieel bij. We hebben in dit document ook voorbeelden laten zien. Dit voorbeeld wat ik al noemde, van fluid dynamics voor high tech. Dit is een van de machines, die lithografiemachines, waar die kleine chipjes gemaakt worden, die wij tegenwoordig alle in deze leuke apparatuur hebben. Dit is altijd gedaan met vloeistofdynamische processen. En hier zie je een ervan. Dit is een tintdruppel die met 100 km per uur door de lucht vliegt en waar een laserpuls op komt, waar je daardoor ionisatie krijgt en bij de recombinatie van de elektroden en de ionen krijg je lichtverschijnsel en die ultraviolette licht die wordt opgevangen met behulp van spiegels, komt op de wever terecht en maakt deze superkleine structuren. Het is echt vloeistofdynamica par excellence. Hier zie je nog de omvang van het vakgebied op de impact. Dus hier, je ziet, die output is 11,5 biljoen. Er zijn rond 20.000 mensen die vloeistofdynamisch werk doen bij alle bedrijven. En dat zijn 1.100 bedrijven. En ze waren wel hoog opgeleid, dus het gemiddelde salaris is per 130.000. En die total gross value added is meer dan 2,4 biljoen. En hier zie je verschillende bedrijven, sommige daarvan noemde ik al. Even kijken wat nog belangrijke bedrijven zijn. DSM, heel belangrijk, Friesland Campina, Food. Fluid Dynamics for Food en Agro. Heineken zit ook heel veel vloeistofdynamica in. Een van mijn ex-promovendus is nu leider van het onderzoekslab bij Heineken. Dus zij wilde graag naar Grolsch trouwens voor deze regio, maar Grolsch had geen zo groot onderzoekslab, dus hij is bij Heineken terechtgekomen. Daarom drinkt hij verder Grolsch hier. Shell, Stork, Tata, Unilever, Vattenfall, Philips, dus alles zijn bedrijven, waar de vloeistofdynamica een belangrijke rol speelt. Dus hier zijn de aanbevelingen van het document. Wij denken dat het toch belangrijk is dat er meer nationale erkenning voorkomt voor dit cross-cutting
role van and the enabling technology van de vloeistof dynamica. En dat dat ook gewoon de professionalisering is, al die lobbywerk die er tegenwoordig gedaan moet worden om het gebied zichtbaar te maken. Nou, dan moet de vloeistofdynamica nog sterker in worden. Dat er ook voldoende middelen terechtkomen. Dus het verschil met andere gebieden is, nou, andere gebieden hebben een man to the moon mission. Dus dit is nou, crypto of quantum computing. En dat is makkelijk te verkopen aan de politici. Maar ja, hier is het zo breed, daar is het gewoon minder gefocust en daardoor helaas minder goed te verkopen, ondanks dat het ontzettend belangrijk is. Nou, die algemene lessons van de vloeistofdynamica is, die relevantie is echt ontzettend groot. De gat tussen de, wat gemeten kan worden en wat simuleerd kan worden, wordt kleiner. We zijn in de goldene eeuw van de vloeistofdynamica. En dat hangt ook mee samen dat de gat tussen de verschillende vakgebieden nu kleiner wordt. Velden bieden ook leuke problemen aan ons vakgebied. Dus het gaat alle twee kanten op. Wat ik ook denk is dat de vloeistofdynamica heel goed is als training ground voor jonge wetenschappers, omdat daar nog alle dingen samen kan doen. Je kan experimenten doen, theorie doen, numeriek doen en de dingen te verbinden. Dus het is een excellent training ground voor jonge wetenschappers. Nou, hier laat ik zien verschillende situaties van controleerde stromingen. Hier een persoon die in de kamer zit, een druppel die bevroren is, of windmolens. Nou, wir zijn die verschillende dingen tegengekomen in de zes voordrachten. En ik wil toch iets laten zien, nog iets nieuws, over de schoonheid van de vloeistofdynamica. Dit is Physics Today, uitgekomen 1 november, met de cover van Turbulent Thermal Convection. Dus dat is die situatie die ik al in het begin noemde. Het is een vat met vloeistof, van beneden verwarmd, van boven gekoeld. Nou, die warme stroming wil naar boven en die komt in dit soort structuur naar boven. En als je het wil bewegen, dan zie je het hier. Dat zijn simulaties van Richard Stevens hier in Twente. En nou, dat is terechtgekomen op die cover van Physics Today. Dus dat is echt up-to-date en we zijn er heel blij mee. En nou, hier kan je het nog scannen als je dit hier ook alles in beweging wil zien. Omdat er vrij veel movies bij zijn. En Sander heeft dit hier als visualisatie gedaan. Sander is er boven in de publiek. En dan kan je met die link kan je nog hier naar kijken. Deze link hier, daar kan je die link kan je, als je dat scant, dan kom je terecht op ons webpagina. Nou, er zijn mensen die het scannen, heel goed. Dan kom je op ons webpagina terecht en dan krijg je hier nog meer beweging in, om ook niet alleen de relevantie van de vloeistofdynamica te zien, maar ook de esthetische schoonheid. Hiermee wil ik stoppen. Ik weet niet, is het nu een vraag nu of straks samen? Dankjewel, Detlef, voor je algemene introductie. Ik heb zelf een vraag over dit positiedocument waar je het uitgebreid over hebt gehad. Het is aangeboden aan het Nederlandse parlement. Je liet het hier in het Engels zien, maar ik neem aan dat het aan het Nederlandse parlement in het Nederlands is aangeboden. We hebben ook een Nederlandse versie gedaan, dus het originaal is het in Engels. Maar we hebben het op aanraden van Apple Brons hebben we het laten vertalen naar Nederlands. En dus er is ook een Nederlandse versie en die heet dan, hoe heet ze in de Ruud? Ja, dus er is ook een Nederlandse versie. Oké, maar jij zei zo net, want daar gaat mijn vraag eigenlijk over, terecht dat lobbywerk vereist eigenlijk iets meer dan het aanbieden van een positiedocument aan het parlement. Ja. Doen jullie dat ook nog op een andere manier? Ik bedoel dat jullie daar lobbyisten hebben rondlopen? Ja, we hebben de middelen niet ervoor. Dus anderen hebben de middelen ervoor, maar we hebben die niet. Ik las dat je een IOC-grant hebt gekregen dit jaar voor je onderzoek, voor je onderzoek naar ijsbergen die 100 keer sneller smelten dan mensen over het algemeen dachten. En dat een gigantisch effect heeft uiteraard op de zee en op het klimaat.
Jij zei in dat interview met You Today was het, dat je ook onderzoek wil gaan doen op de campus. Ja. Dat je in de koelvijver op de campus gigantische ijsblokken wil laten smelten. En dat je dat ook in het buitenzwembad wil gaan doen. Ja, dat zijn we van plan. We hebben net met Sander vandaag over gesproken. Hier zie je het voorbeeld. Ja. Dit hier is, een numerische simulatie. Kijk, hier zie je het ijs. En hier is de ijsberg en van beneden smelt het. Hier is verwarmd, daar is gekoeld, daar smelt het. En dan smelt die weg. Nou, en dan verliest die ijsberg zijn steun. Op termijn kantelt die. Mm-hmm. En dan smelt die weer. En nou, dat willen we bekijken in die, of in die grote vijver voor Horsttoren. Ja. Of ook in de zwembad. Okay. En nou, dat lijkt me een leuk onderzoek en ik kijk er nou uit, ja. Ja, daar kijk ik ook naar uit. Wanneer zal het ongeveer gebeuren? Wanneer komt... Nou, ik denk bijvoorbeeld dat we kunnen doen, dat was zeker volgend jaar. Maar volgend najaar, dus die zwemmers, die kunnen al uitkijken. Nou, in oktober wordt het ietsjes kouder in het water en dan laten wij daar grote ijsbergen smelten. Kunnen ze door de langste ijsbergen zwemmen? Precies. Okay, dankjewel Detlef. Dan geef ik graag het woord aan onze tweede spreker. En dat is professor Dr. Susanne Hulsje. Jouw presentatie staat al op onze PC. Hoogleraar waterbouwkunde en waterbeheer. Voorzitter van de groep Water Engineering van de UT. En we hadden het zo net er al over dat je ook al een paar jaar zit in de WRR. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijke groep die de regering, maar ook andere partijen adviseert op het gebied van water en waterbeheer. En Susanne doet dat echt met veel kennis van de natuur. Dus eigenlijk ook, kan ik bijna zeggen dat je ook heel veel van biologie weet. Nee, niet. Nee, dat laat ik echt bij de biologen. Ik werk wel graag met ze samen. Okay. Maar ik ben geen... Nee. Okay. En je richt je vooral op oppervlaktewater. Ja. Hoe gedraagt dat zich in rivieren en langs onze kuststrook? En wat heeft bijvoorbeeld de klimaatopwarming voor gevolgen voor het water? Ja? Het is gelukt. Lukt het? Dan wil ik graag een hartelijk applaus voor Susanne Hulsje. Nou. Goed. Nou, ik ben heel blij dat ik weer een keer een verhaal in het Nederlands mag houden hier. Dus dat vond ik eigenlijk ontzettend leuk toen ik dat hoorde. Dus ik dacht, dan begin ik ook met een Nederlands plaatje. Ik weet niet of jullie er al naar gekeken hebben, maar wie weet waar het is. Heel goed, ja. En ik zal even kijken of hij het doet, trouwens. Ja. Nou, dit is Nijmegen. Het is een artist impression eigenlijk voordat deze nevengeul werd aangelegd. Jullie weten vast wel waar dat voor gebeurd is. Namelijk, we hebben hier de rivier, de Waal, de Nederlandse rivier. Die stroomt hier mooi het achterland, zeg maar, richting zee. En op het moment dat er heel erg hoog water is, ik ga er straks wat meer over vertellen, is de stad niet beschermd genoeg eigenlijk in het achterland tegen die hoge waterstand. Daarom gaat dan die nevengeul hier meestromen. Nou, hoe komen we eigenlijk aan die kennis van die waterhoogtes? Nou, daar hebben we vloeistofmechanica voor nodig. En daar wil ik jullie graag vanuit civiel technisch perspectief vandaag wat meer over vertellen. Ik had een hele algemene grote titel. Ik zal het voornamelijk over rivieren gaan hebben, zal ik maar vast verklappen. Dus als jullie zeggen, ik mis een verhaal over zeeën, dan moet u een andere keer bij mij langskomen. Want in een kwartier kan ik natuurlijk niet alles. Goed, ik ga eerst iets vertellen over extreme waterstanden en klimaatveranderingen. Dan ga ik een focus aanleggen op rivieren en op rivierduinen, bodemvormen in die rivieren. Vervolgens wil ik een aantal punten aanstippen voor de discussie en dan een aantal conclusies trekken. Nou, extreme waterstanden en klimaatveranderingen. Nou, extreme, daar bedoelen we mee hoog water en laag water in rivieren. Nou, door klimaatverandering heb je ook zeespiegelstijging, maar die zeespiegelstijging is eigenlijk nog niet eens zo'n groot probleem. Het wordt pas een probleem als er extreme weersomstandigheden zijn, waardoor je een enorme opzet krijgt tegen de kust.
gemiddeld gezien maakt het helemaal niet zoveel uit of dat waterniveau een klein beetje hoger is. Wat is nou het probleem bij dat hoge water? Nou, dat is denk ik redelijk bekend, daar zijn we in Nederland wel heel goed in. Dat is eigenlijk de veiligheid tegen overstromingen. We willen heel graag veilig zijn tegen extreem hoge waterstanden. En dat wordt alleen maar erger omdat die polders inklinken. Daar ga ik het niet in detail over hebben vandaag. Ik hoor trouwens iets kraken. Is dat hinderlijk? Nou goed, dus die veiligheid tegen overstroming, veiligheid tegen dijkdoorbraken, tegen hele hoge waterstanden. Dat is het probleem bij hoogwater. Maar bij laagwater hebben we eigenlijk, dat is een ander extreem, hebben we eigenlijk ook gewoon wel een heel groot probleem. Maar daar hebben we vroeger nooit zoveel over nagedacht. Namelijk de bevaarbaarheid van rivieren bijvoorbeeld. Op het moment dat het water heel erg laag staat, kun je met veel minder lading die schepen richting Duitsland en weer terug laten. Vooral richting Duitsland natuurlijk. Hè. Terug zijn ze meestal niet zo heel volgeladen. Verzilting, omdat er dan minder aanvoer vanuit rivieren is en de zee natuurlijk nog wel een boel aanvoer geeft, wordt het zouter landinwaarts. Nou, dat vindt de landbouw niet leuk. Vinden ook een aantal drinkwaterbedrijven maken zich daar ook zorgen over. Dus dat is ook een probleem. En verdroging natuurlijk in het algemeen op het moment dat het water niet meer gebruikt mag worden. Dus laagwater heeft ook problemen. Nou, en dan wil ik jullie toch even, ik heb geprobeerd zo min mogelijk technische dingen hierin te laten, maar ik dacht ik ga dit toch meenemen. Hoe doen we dat nou, dat bepalen van die extreme waterstanden? Want een heleboel zijn er nog niet opgetreden. Nou, in dit grafiekje zijn die puntjes, dat zijn afvoeren die ooit zijn langsgekomen bij Lobit, dus voor de Waal. En, En hieronder zijn herhalingstijden. En zo'n puntje betekent dat bijvoorbeeld een afvoer van 4000 kubieke meter per seconde. Die staat hier, dus ik kan beter eentje hier nemen, zeg maar 6000, die komt dan elke 2 jaar ongeveer een keer voor. Nou, je ziet al dat het een logaritmische schaal is, dus dat loopt hard op. En uiteindelijk gaan we hier naar 100.000 jaar. Dat zijn natuurlijk situaties die er nooit zijn geweest. Die hebben we nog niet meegemaakt, dus daar hebben we geen metingen van. We hebben maar metingen eigenlijk van de laatste ongeveer 120 jaar. En we proberen daar via technieken en via modellen dan realistische schattingen te maken over wat dat betekent voor die hele extreme situaties. En die extreme situaties, dat zijn wel de situaties waartegen we beschermd willen zijn. Nou, en daar hebben we dus modellen voor nodig, die we voeden met de data die we hebben. Nou gaat het weer fout. Nou, ik zie hier... Nee, volgens mij ook niet, want ik zie hier wel gewoon... Gaat hij uit of zo? Heeft hij genoeg voeding? Nee, dat is het probleem niet. Het gaat niet van mijn tijd af, hè? Nee, hoor. Nee, eerder. Ja. Nou, ik heb jullie plaatje laten zien. Het is dus hartstikke lastig eigenlijk om die extreme situaties, die we wel goed willen weten, om die goed te kunnen schatten. Want we hebben een relatief korte tijdsreeks, 120 jaar. En dat is zeker de laatste jaren, spelen die klimaatveranderingen er eigenlijk al een beetje doorheen. Dus best lastig. Maar ja, we doen het zo goed als we het kunnen. Nou, wat doen we dan? We hebben daar riviermodellen voor. Die geven dan een verwachting aan van die waterstanden bij een gegeven binnenkomend debiet aan de grens. Nou, die riviermodellen, dat zijn dus hydrodynamische modellen, gebaseerd op de Navier-Stokes-vergelijking, maar dan zijn er wat aantal vereenvoudigingen zeg maar, op toegepast. Die kunnen eendimensionaal zijn, dus waarbij de uiterwaarden en de hoofdstroom in de rivier zeg maar, op één hoop worden gegooid, daar op een goede manier worden afgerekeld. Ik zeg het nu heel erg oneerbiedig. Kunnen ook tweedimensionaal zijn, waarbij die uiterwaarden wel op een goede manier worden meegenomen. En soms zelfs driedimensionaal, maar dat zijn meestal onderzoeksmodellen, waarbij je bijvoorbeeld bij een splitsingspunt kijkt. Want dat is nog een verhaal apart. Nou, dan worden de hoogtes en ook de snelheden van die waterstanden, die worden eigenlijk dus bepaald natuurlijk door het debiet wat binnenkomt, hè, dus hoeveelheid water die binnenkomt bij de landsgrens. De helling, dus hoe snel het zeg maar, richting de zee gaat. En de wrijving, die de stroming ondervindt. Eigenlijk is het niet veel ingewikkelder dan dat het dat is. Maar die wrijving, en dat is best een ingewikkeld punt, hangt af van een aantal factoren. Vegetatie, nou stel je voor dat er bijvoorbeeld struiken in de uiterwaarden staan. Die houden natuurlijk die stroming tegen.
Je hebt ook verschillende objecten, oude steenfabrieken in de uiterwaarden, die houden het ook tegen. Je hebt meanders, wat slingeringen in de rivier, die zorgen ook voor extra wrijving. Maar eigenlijk de allergrootste bron zijn rivierduinen, dus regelmatige vormen die op de bodem van de rivier liggen. En daar wil ik graag wat meer over vertellen nog. Nou, ik heb hier een plaatje van de bodem van de Waal. Ik weet niet of u er wel eens eerder over heeft nagedacht. Veel mensen denken dat die bodem vlak is. Dat is die dus niet. Daar liggen gewoon een regelmatig patroon overheen. En dat patroon heeft, heeft een golflengte van afstand tussen de toppen van ongeveer 1,50 meter. En het is ongeveer 1 tot 2 meter hoog. Dus als het water eruit zou zijn, dan kun je er eigenlijk net wel of net niet overheen kijken. Dus daar komt het eigenlijk op neer als je een dal gaat staan. Je ziet het hier ook. Nou, dit zijn de kribben die je soms ziet in rivieren. Dus je ziet ze hier gewoon liggen. Nou, en dit zijn zeg maar grote bronnen van ruwheid in de rivier. En het mooie, het interessante eraan is dat ze dynamisch zijn. Dus ze zijn niet altijd hetzelfde. Ik heb hier een stel metingen van een promovenda van mij van ongeveer 10 jaar van de rivierduinen in de Waal. En dat rode kader geeft een periode aan in 2018 toen het heel droog was. Misschien kunt u het zich nog herinneren. Het heeft toen heel erg lang achter elkaar niet geregend. En eigenlijk was de aanname dat op het moment dat het heel erg lang laag water is, dat ze verdwijnen. En het was nog nooit in detail onderzocht, maar wij hebben gevonden dat ze er eigenlijk, dat die bodemvormen er nog net zo goed zijn. En ze wandelen ook met de stroom mee richting de zee. Alleen gaan ze wat langzamer in de periode dat het wat minder hard stroomt en het waterniveau wat lager is. Nou, dat het idee dus met laagwater is dat het een probleem kan zijn voor de scheepvaart. Dat je de schepen minder zwaar kunt beladen. En wij proberen trouwens, dat is dan even een zijstapje van de ruwheid met de bodemvormen op zich. Wij hebben nu een voorspelmodel gemaakt wat 2 weken vooruit kan voorspellen hoe de duinen zich gaan gedragen. Echte duinen in de rivier. En waar de hoogste punten, zeg maar dus de minste diepte, gaat liggen. Dat is belangrijk voor de scheepvaart. Nou, nog een keer terug nu naar een hoogwatersituatie, de andere extreem. Dit is de situatie van die bodemvormen tijdens een hoogwaterperiode. En je ziet dat hier de bodemvormen heel prominent aanwezig zijn. Want tijdens hoogwater groeien die rivierduinen. Ze worden vooral flink hoger. Nou, je kunt zich misschien voorstellen, hoger betekent meer wrijving, dus extra hoog waterstand. Dat is eigenlijk niet wat we willen. Ik wil eigenlijk even nog een kort filmpje laten zien. Hè? Kan ik hem... Wat moet ik... Oh, wacht, volgende. Ja. Moet ik hem aanzetten of gaat hij vanzelf aan? Ja, hij gaat aan. Experimenten hebben we gedaan in Braunschweig in Duitsland. Een promovendus van mij. Die is eerst begonnen met een relatief sterk hoogwater na te bootsen. En je ziet hier de vorming van rivierduinen die ontstaan. Natuurlijk wel op een kleinere schaal, want we hebben alles geschaald. En je ziet ook dat ze asymmetrisch zijn met een hele zeg maar, flauwe helling. En dan vervolgens een beetje driehoekig, waarbij de stroming ook loslaat boven de top. Nou, wat er vervolgens, dat karretje is gewoon meetinstrument, hè, wat bovenheen en weer gaat. En dat ontstaat een min of meer evenwicht. Wat we vervolgens gedaan hebben, is de stroming nog verder op laten lopen. Want dat zijn de situaties waar we eigenlijk naartoe willen. En als we even wachten, dan laat het filmpje dat zien. Ja. En je ziet dan op het moment dat het nog harder gaat, je ziet ook dat sediment zeg maar, heel veel zeg maar, in de waterkolom zit. Zie je dat op een gegeven moment de duinen zeg maar afzwakken en na een tijdje zelfs helemaal verdwijnen. Nou, dat is interessant, want je krijgt dan een ander fysisch verschijnsel. Die rivierduinen die verdwijnen op dat moment. En wat gebeurt er dan als die duinen verdwijnen? Dan gaat dat water gaat opeens veel harder stromen en het waterniveau is een stuk lager. Eigenlijk is dat best wel een gewenste situatie op het moment dat je echt een heel extreem hoog water hebt. En vervolgens hebben we de stroming weer naar beneden laten gaan. Dan krijg je weer de oude situatie die we in het begin hadden terug. Langzaam.
Ik zal, dit is, zijn lab-experimenten hebben we in de werkelijkheid nog nooit ergens kunnen waarnemen. Maar ja, die hele extreme waterstanden, die hebben we natuurlijk ook nog nooit ergens waargenomen. Goed, ik zal het even stoppen. Wij willen die duinen dus eigenlijk op een goede manier kunnen modelleren. Ja, ik heb het hier in het Engels laten staan, omdat ik dacht, ik ga dit niet in detail vandaag bespreken. Als een van jullie geïnteresseerd mocht zijn, geef met liefde de referenties naar de papers. Het gaat erop neer, komt erop neer dat er een stromingsmodel is en daaronder een model voor sediment, wat in de transport kan gaan, wat een interactie is met elkaar. En we hebben hier, dat model moet redelijk simpel zijn, want anders dan kunnen wij het niet oplossen. Daarvoor zijn de schalen veel te groot. Daarvoor hebben we een speciaal aandacht besteed aan de steile zijde, waar de stroming dus loslaat. Dus hier, waarbij we het sediment naar beneden laten vallen. En ik zal dan een simulatie laten zien. Hier zie je wat er gebeurt. Hier hebben we de labsituatie proberen na te bootsen. Dus hier niet die extreme, maar een gewone duingroeimodel. Je ziet langzaam hier duintjes ontstaan. En op een gegeven moment wordt de helling te steil en laat die los. En krijg je rivierduinen die eigenlijk wel heel veel lijken op wat we net in het begin en op het einde in die simulatie zagen. Goed, wat willen we dus eigenlijk om zeg maar goed rivierstanden te kunnen voorspellen? Willen we eigenlijk goed in de vingers krijgen hoe die rivierduinen zich gedragen? En dat is eigenlijk een heel fysisch proces in zeg maar, de meer engineering modellen die op dit moment worden gebruikt om hoogwaterstanden en laagwaterstanden te voorspellen. Want die rivierduinen, nou, je kunt je wel voorstellen op het moment dat het heel weinig stroomt, beweegt die sedimentkorrels niet, dus die duinen ook niet. Vervolgens gaan ze wel bewegen, gaan ze sterker groeien op het moment dat die stroming toeneemt en vlakt het helemaal af. Nou, dat zijn situaties die je eigenlijk op een goede manier in die modellen wil hebben. Daar zijn wij heel druk mee bezig. Nou, waarom was dat ook alweer nodig? Omdat die duinen de belangrijkste bron zijn van de wrijving die zeg maar, die stroming ondervindt. Het is lastig omdat die overgangen van die fases grote consequenties hebben in die wrijving. En die klimaatveranderingen die zullen eigenlijk voor nog extremere debieten zorgen. Dat had ik nog niet verteld. Maar nu is de Waal een gemengde rivier. Dat wil zeggen zowel smeltwater als regenwater. Straks gaan we toe, als die gletsjers gesmolten zijn, wordt het een pure regenrivier. En dat smeltwater dempt een beetje de waterstanden. Dus op het moment dat dat weg is, krijg je lager laagwaters en extremere hoogwaters. En dat, daarom is het heel belangrijk om dan dit soort mechanismes goed te snappen. Ik heb het hier uitgelegd voor de Waal, maar met een beetje geografische kennis weet u natuurlijk dat de rivieren vertakken op een aantal plekken. Dan gaan er nog andere mechanismen spelen, maar dat zal ik vandaag niet in detail bespreken. Goed, die riviermodellen kunnen verschillende complexiteit hebben. En die hoogtes van die waterstanden die worden bepaald door de helling en de wrijving. Nou, om die wrijving goed te kunnen beschrijven gebruiken wij turbulentiemodellen. Maar heel vaak wordt nu voor toepassingen wordt die wrijving gecalibreerd. Zo wordt de wrijvingparameter die wordt gebruikt om de modellen te kalibreren op de toestanden die we kennen. Maar ja, op het moment dat de fysica verandert bij een extreem, is dat best wel gevaarlijk. Denken wij dat je dan die andere mechanismes zeg maar, daar op een goede manier in zou moeten brengen. En dat is het werk zeg maar, waar wij op dit moment ook mee bezig zijn. Nou, in het algemeen is het hartstikke lastig. We praten hier over grote schalen, honderden kilometers. Maar we hebben ook in detail zeg maar, processen zoals die rivierduinen die we goed willen snappen. We hebben randen die onregelmatig zijn. En die ook kunnen veranderen. Dat maakt het ook heel lastig om stroming goed te kunnen beschrijven. En op het moment dat we goede voorspellingen willen kunnen doen voor extreme situaties, heb je daar een risicobenadering voor nodig. Wat iets zegt over de extreme hoogwater en extreme laagwaterstanden die er zijn. Wat ook nog speelt, wij
wij eisen eigenlijk wel heel veel van onze rivieren, want ze moeten zowel tegen extreem hoog als tegen extreem laag water kunnen. En de maatregelen die we nemen voor het een zijn niet altijd gunstig voor het ander. Dan heb ik hier een plaatje. Weer over de Van der Waal. Dan zit je hier langs dammen. En dit zijn kribben. Ze zijn allebei bedoeld om de vaargeul op zijn plek te houden. Want dat is belangrijk. Maar nou, op het moment dat het laagwater is, zijn die kribben natuurlijk heel handig. Want die leveren extra wrijving op. Maar op het moment dat het hoogwater is, is dat wel niet zo handig. Dan is het handiger om langsdammen te hebben die gewoon lekker meebewegen zeg maar, met de rivier. Die niet extra voor extra wrijving zorgen. Dus het is best lastig om die maatregelen zo in te richten dat ze zowel hoogwater als laagwater omstandigheden goed kunnen faciliteren. Kom ik bij de conclusies. We zijn heel druk bezig en vooral zeg maar, de uitdaging zit erin om de fysica op een goede manier in eigenlijk de modellen te krijgen die gebruikt worden om voorspellingen te doen die we nodig gaan hebben voor de komende jaren om ons land goed te kunnen voorspellen. Want de situaties worden veel extremer. Extremere rivierstanden, extremere zeg maar, waterstanden op zee. En daarvoor zeg maar, is het belangrijk om goede voorspellingen te kunnen doen. Dat is lastig, dat heb ik ook al uitgelegd. En dat het ook lastig is om, zeker in een rivier, om zowel de hoog als de laag waters op een goede manier te kunnen bedienen. Dat was mijn verhaal. Dankjewel, Susanne. Eerst even weer een vraag van mij. Je liet de Waal zien. Ja. Dat is een brede rivier. Je liet ook een plaatje zien van langs dammen en kribben. Hè, die zowel voor, ja precies dit plaatje, voor extreem laag en extreem hoog water werken. Maar hoe zit dat? Dat is misschien een beetje een gekke vraag hoor. Bij een smalle rivier. Wat kun je daar doen? Dus de Dinkel bijvoorbeeld. De Dinkel bijvoorbeeld. Ja. Ja. Nou, de Dinkel of de Berkel, ik woon vlak bij de Berkel zelf. Die hebben meestal niet zulke hoge eisen wat betreft bevaarbaarheid. Nee, want dat speelt hier natuurlijk. De Waal is eigenlijk gewoon een snelweg. Ja. Op het moment dat het gaat om scheepvaart. Er komen ontzettend veel schepen voorbij. Ja. En dat is bij de Dinkel natuurlijk een heel ander verhaal. Oké. Okay. Daar zit zeg maar pleziervaart op. Maar, ja. 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 Maar ook de Dinkel en de Berkel, zeg maar, de wat meer zeg maar, kleinere riviersystemen, daar speelt net zo goed de vraag dat er bescherming moet zijn tegen waterstanden. Ja. Ja, we hebben ook de Geul gezien natuurlijk in Limburg, die flink buiten de oevers zeg maar, kwam. Ja. Waarbij het natuurlijk net zo goed naast de Geul ook heel hard naar beneden ging. Mm-hmm. En er was gewoon extreem veel regenwater. Maar ook die Geul is behoorlijk zeg maar, buiten zijn oevers getreden. Maar de eisen die we stellen aan die secundaire, noemen we dat, zeg maar, watersystemen. Dus de wat kleinere rivieren en ook de kanalen. Die zijn veel minder streng. Oké. Okay. Bijvoorbeeld de Waal. Nou ja, op sommige stukjes is er een bescherming van eens in de 10.000 jaar. En zelfs één in de 100.000 jaar. Dat het water zeg maar, zo hoog mag komen dat het net niet overstroomt. De dijk net niet doorbreekt. Dat is voor die kleinere riviersystemen eens in de 10 jaar of eens in de 100 jaar. Okay. Gewoon omdat zeg maar het achterland wat daardoor zeg maar, zou overstromen, dat er minder mensen wonen en dat het ook minder zeg maar, van economische waarde is. Beantwoord dat je vraag? Ja, dat beantwoordt mijn vraag. Ik heb een tweede vraag, want ik vertelde zo net dat je ook in de WRR zit, hè, de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. En dat jullie onafhankelijk advies geven aan de regering of aan politieke partijen of aan andere organisaties. Mijn specifieke vraag is de regering voldoende en de politieke partijen, zijn die voldoende doordrongen van de gevaren van extreem hoog en extreem laag water voor Nederland? Dat is een hele goede vraag. En dat zie ik ook als een van mijn missies, om daaraan te werken. Want nou ja, de perceptie is vaak dat we het allemaal wel weten. Mm-hmm. Want we hebben modellen en daar komt iets uit. Ja, en we dus hebben het als Nederland altijd goed gedaan. Ja, precies. En dus dat is waar. Nou ja, en ik wil laten zien met het onderzoek wat wij doen, dat dat best gevaarlijk is om erop te vertrouwen dat dat altijd waar is. Ja, dus doordat je praat over situaties die nog nooit opgetreden zijn, hè. Dus je weet eigenlijk helemaal niet zo goed
wat de fysica is die dan gaat spelen. En door het simpel te extrapoleren op de situaties die we wel kennen, loop je het gevaar dat je dan eigenlijk bepaalde situaties niet goed meeneemt. Ja. Waarbij dat uitvlakken van die duinen juist natuurlijk een positief iets is. Hè? Want dan gaat het juist water omlaag. Dus dat zou juist kunnen helpen. Het klinkt heel cynisch, maar ik weet nog dat die Geul overstroomde. Want ik was toen de tijd net in Limburg geweest. Ah. Maar is zoiets dan eigenlijk ook een soort, ja, blessing wil ik het niet noemen. Maar het maakt wel de urgentie duidelijk van wat er kan gebeuren. Ja. Nou ja, en gezegd in de civiele techniek is ook van, geef ons heden ons dagelijks brood en af en toe een watersnood. Ja, oké. Okay. Dan maak ik dan van een bijna watersnood, want ik vind die echte watersnood niet zo. Ja, niet een echte, nee. Ja. Zijn er vragen? Ja, microfoon werkt niet zo heel erg goed. De vraag goed, is of hoe we omgaan met de opschaling eigenlijk van de lab-experimenten, om die toe te passen in de werkelijkheid. Dat is een hele goede vraag en dat is ook een lastige uitdaging. Omdat als je het allemaal goed wil doen, dan zit je aan de randen eigenlijk van de korrels die je nodig hebt. Dus er worden ook wel experimenten gedaan met andersoortige korrelgroottes, om die verhoudingen goed te kunnen krijgen. Dus dat is de algemene vraag. Maar het is niet zo dat het makkelijk één op één te doen is. En daarom is de voorspelling, want we hebben ook op grond daarvan voorspellingen gedaan. En voor welke extreme situaties dit nou toe zou kunnen gebeuren in de Waal. Maar daar zit dus de nodige onzekerheid omheen. Maar die hebben we wel gedaan. En dat in de extreme toestanden waar Nederland nu beschermd voor zou moeten zijn, zou het wel kunnen gebeuren. Nog meer vragen? Waar komen voorspellingen nou uit nadat het geïmplementeerd is? Bijvoorbeeld bij de Waalsprong. Daar is, dacht ik, voorspeld dat de 23 centimeter de toppen zouden dalen. Hoe ver is dat nou uitgekomen? Dat is natuurlijk ook belangrijk. Dat is ook een hele goede vraag. En wij hebben systematisch gekeken, wat de ruimte voor de riviermaatregelen voor een effect zouden hebben. En of we dat daadwerkelijk uit de metingen kunnen halen. Maar er zijn niet zo heel veel extreme situaties geweest. Dat is het probleem. En wij hebben het eigenlijk niet uit de onzekerheidsbanden kunnen halen. Maar dat mogen we niet te hard zeggen. Maar eigenlijk moet er gewoon een keer een flink hoog water langskomen. En dan kunnen we het wel zeggen. Wat ik er wel nog graag over wil zeggen is dat er alleen hoogwatervoorspellingen zijn gedaan en geen laagwater. En we merken dat bepaalde maatregelen daar ook heel veel effect op hebben en niet altijd een gunstig effect. Maar de sector is dat afgesloten? Bij laagwater? Er zit een drempel in dat die niet. De lek, nou ja, je hebt natuurlijk de eerste Pannerdense kop, hè, waarbij het Pannerdense kanaal ingaat en en de Waal. En vervolgens krijg je de IJsselsprong, waarbij het dan de lek ingaat en de IJssel. En die lek die is gestuwd, dat klopt. Ja. Dat bedoel je, denk ik? Eigenlijk in Nijmegen zelf. Daar heb je de in de Spiegelwaal. Oh. Sorry. Sorry, ik was in verwarring. Ik moet zeggen, daar moet ik het antwoord op dit moment schuldig op blijven. Oké, maar dat is natuurlijk voor de politiek ook belangrijk. Ja, maar we hebben eigenlijk niet alleen daar, maar we hebben een heleboel plekken hebben we gekeken. Wat ook nog lastig is, dit is natuurlijk wel de natuur. De bodem van de Waal zakt elk jaar met 2 centimeter. Dus dat is ook nog iets wat meespeelt en een effect wat je eruit moet halen op het moment dat je daar goed naar wil kijken. Mag ik vragen? Bij de echte duin en boven water, die worden op de plek gehouden door helmgras. Ja. Kan je dan niet de bodem ook met vegetatie? Dat is een heel goed punt. Daar wordt ook inderdaad naar gekeken. Er is niet zo heel, de effecten van biologie kunnen zijn. Sommigen laten het houden langer vast. Maar je hebt ook beestjes die ploegen het juist meer om. Hè, die zorgen ervoor dat het sneller wegstroomt. Dus vanuit de biologie heb je verschillende effecten. Waar we het heel duidelijk toepassen is op dit moment bij begroeide vooroevers. Dus op het moment dat je een dijk hebt, kan er een voorland liggen. En dat is dan begroeid. Dat kan ook meegroeien op het moment dat de zeespiegel stijgt. En als er dan golven aankomen die op dat voorland, die worden dan daar flink al geremd, zodat die dijk minder hoog hoeft te zijn. Daar wordt het heel duidelijk toegepast. Ik heb ook willen kijken, we hebben ook op zee gekeken naar zandgolven. Dat zijn niet echt rivierduinen, maar ze lijken er een beetje op. En daar heb je ook beestjes, die zitten vooral in de troggen. En die zorgen ervoor dat
zeg maar dat inderdaad stabieler is. Dat het zeg maar meer plakt. Moet ik noemen. Het is een beetje algeachtig iets, maar dat kan dus wel. Dus je kunt de biologie, de fysische zeg maar, eigenschappen van het sediment beïnvloeden. Ja, maar of je we constateren dat het nu gebeurt en of je het ook kunt gebruiken in een ontwerp, dat is iets wat nog niet helemaal is uitgezocht. Ik zie nog één laatste vraag van onze laatste spreker trouwens. Oké. Maar we hebben eerst Tim Segers nog, maar dit is Daniel Bon. Als je een goed hoogwater zoekt, waren er gisteren vreselijke overstromingen in Frankrijk. Mm-hmm. Is er een Europees gecoördineerd project om te kijken hoe wat jij weet relevant is voor bijvoorbeeld die arme Fransen? Ja, nou er zijn uiteraard, dit is niet, ik heb het vandaag over de Waal gehad, maar er zijn natuurlijk heel veel rivieren. De Waal is in die zin bijzonder omdat we er echt ontzettend veel ingrepen in hebben gedaan. En omdat ons land zo kwetsbaar is, zeg maar wat erachter ligt. We hebben enorm zeg maar, hoge beschermingsniveaus. Dat is in het buitenland vaak een stuk minder. Maar daar wordt wel degelijk onderzoek naar gedaan. En er zijn verschillende projecten waarbij vooral in Europa ook vergelijkingen worden gedaan tussen verschillende bassins. En wij denken dan dat we overvallen worden door klimaatverandering, maar eigenlijk zijn de meeste overstromingen die passen gewoon binnen de statistiek die we al kennen. Oké, dan laten we het hierbij. Graag een hartelijk applaus voor Susanne Hulsje. Dan komt onze derde spreker van vandaag, Tim Segers, dokter Tim Segers. Jij werkt bij de Universiteit Twente als assistant professor bij het Max Planck Instituut voor Complex Fluid Dynamics en bij de Lab on a Chip groep. En jij gaat het in zijn algemeenheid hebben over inkjet printing en microbubbles. Tim, graag een hartelijk applaus voor Tim. Dank. Goed, ontzettend leuk om hier te zijn vanavond. Ik ga dus iets vertellen over inkjet printen. En vooral over de stromingsleer en hoe we die stromingsleer van inkjet printen onderzoeken en hoe we daarbij de industrie in Nederland en met name kennen helpen. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dat is werk wat we doen met ontzettend veel collega's, ook van de Fysica van Vloeistoffengroep van Detlef. En dus in samenwerking met Canon, wat een bedrijf is, een groot inkjetprintingbedrijf hier in Nederland, in Venlo. Dus, stromingsleer voor supersnel en betrouwbaar inkjetprinten. En het printen waar ik over ga spreken, dat is niet het standaard huistuin- en keukenprintertje wat u wellicht thuis heeft staan. Nee, dat zijn industriële printers, ontzettend grote printers. U ziet hier een printer die ontwikkeld is bij Canon. Een printer die een totale lengte heeft van wel 10 meter. En de gedachte van Canon hier is dat zij hiermee met dit soort printers bijvoorbeeld een boek on-demand kunnen printen. Dus als u bijvoorbeeld bij bol.com een boek bestelt in de toekomst, dan kan het boek een paar minuten later al uit deze printer komen. En het grote voordeel daarvan natuurlijk is dat we geen grote warenhuizen meer nodig hebben om al die boeken in op te slaan. En de eigenlijke werkpaarden in dit soort printers zijn dit soort printkoppen. En die zijn ongeveer 10 bij 10 centimeter. Daar gaat inkt in door dit buisje. Dat komt dan in een reservoir terecht. Vanuit waar het terechtkomt bij een chip. Een micro-elektromechanisch systeem chip. En het wordt vast later duidelijk wat het precies is. En als we dan naar deze chip kijken vanaf de onderkant, dan ziet dat er zo uit. We zien een ondoorzichtig stukje silicium. En al deze puntjes die u hier ziet, dat zijn nozzels. Dat zijn kleine gaatjes die geëtst zijn in dat silicium. En uit ieder nozzeltje kunnen wij een druppeltje afvuren richting het papier. En achter ieder nozzeltje zit dan een kleine inktkamer. En iedere inktkamer, en dus iedere nozzel hier, dit zijn die gaatjes die u net zag. Daar zit een inktkamer en iedere inktkamer heeft zijn eigen piezo-actuator. En die actuator, omdat die piezo-elektrisch is, deformeert die als we daar een elektrische puls op zetten. En dat soort deformaties kunt u zien hier. En die deformaties van dat membraan hier, van die piezo-actuator,
die ongeveer een millimeter groot is. Die zorgt voor drukgolven in dat printkamertje. En die drukgolven die produceren dus deze druppels. En met iedere elektrische puls kunnen we precies één druppeltje afvuren. Dus we hebben ontzettend veel controle over die druppelformatie. En u ziet hier ook waar de naam inkjet vandaan komt. Het is een inktstraal die uit zo'n printkop geduwd wordt. En onder de invloed van oppervlaktespanning trekt die jet dan samen in een sferische druppel hier. En die druppels die we hier zien, die zijn ontzettend klein. Die zijn, eens ze samengetrokken zijn, maar ongeveer 10 micrometer in diameter. En 10 micrometer, ja, voor de mensen met haar, dat is 10 micrometer. Daarvan passen ongeveer 10 druppels naast elkaar in een menselijke haar. Dus die druppeltjes zijn ontzettend klein. En ze komen ook nog eens ontzettend snel uit die printkop. Nou is 36 kilometer per uur, nou ja, op onze schaal van mensen en auto's niet zo ontzettend snel. Maar 36 kilometer per uur betekent ook 10 millimeter of 10 meter per seconde. Wat 10 millimeter per milliseconde is. En ook weer 10 micrometer per microseconde. Dus dat betekent dat iedere miljoenste seconde die druppel zoveel beweegt als zijn eigen diameter. Dus op die schaal gaat het ontzettend snel. Dus het vastleggen van zo'n druppel, zonder dat we motion blur hebben, zonder dat het wazig wordt, is een ontzettend grote uitdaging. En daarvoor gebruiken we hoogsnelheidsfotografie. Nou ja, wat doen we nou? We produceren een hele korte flits, zoals een flitser op een camera. En dat doen we met lasers. Dus we produceren een laserpuls van enkele nanoseconden, dus miljardste seconden. En daarmee belichten we onze camera om die druppel bewegingsvrij vast te kunnen leggen. En dan in het volgende plaatje produceren we een nieuwe lichtflits. En dat doen we een klein beetje vertraagd ten opzichte van het plaatje wat genomen is bij de vorige druppel. En op die manier, omdat het proces zo ontzettend reproduceerbaar is, kunnen we eigenlijk het hele druppelvormingsproces stroboscopisch vastleggen. Zoals u hier eigenlijk ziet in dit filmpje, waarbij iedere keer een andere persoon de bal gooit. Maar omdat het zo ontzettend reproduceerbaar is, ziet het er uiteindelijk uit alsof een enkele druppel gevormd wordt in dit voorbeeld. Dus dit zijn eigenlijk allemaal andere druppels die we zo in ontzettend hoog detail kunnen vastleggen. Nou, waarom is dit nou belangrijk? Er zijn verschillende redenen om die hele precieze experimenten te kunnen doen. En een daarvan is, zoals Detlef al aanstipte, dat we het experiment exact naast computersimulaties kunnen leggen. En u ziet hier dus aan de linkerkant experimentele data en aan de rechterkant een computermodel. En dat komt ontzettend mooi overeen wat zoveel betekent als dat we de fysica van dat druppelvormingsproces goed begrijpen. Een ander voorbeeld van waarom dat belangrijk is, is omdat we met die visualisatietechnieken concrete problemen vanuit de industrie kunnen oplossen. En een van de vragen die we vanuit Canon kregen was, goh, als we die printer openen, dan zien we eigenlijk een mist. Een mist van allemaal hele kleine druppeltjes. Waar komen die druppeltjes nou vandaan? Nou, daarvoor kunnen we dus onze visualisatietechnieken gebruiken en in groot detail naar die druppelvorming kijken. Dus de uiteindelijke druppel die zit ver beneden hier. En we zijn hier heel erg ver ingezoomd op de nozzle, dus de printkop hierboven, waar de druppel uitgeduwd wordt. En de staart die aan de druppel vastzit. En wat u hier eigenlijk ziet, is dat deze structuur, deze inkjet, die nou ja, minder dan 5 micrometer in diameter is, dat die eigenlijk steeds in stapjes dunner en dunner en dunner wordt. Totdat ze uiteindelijk opbreken. En dan zien we de vorming van deze relatief trage druppeltjes die kleiner zijn dan een micrometer. En deze druppels produceren dus een mist die de inkjetprinter heel erg vervuilt. Nou, en wat we dus, waar we dus samen met Canon aan werken zijn technieken, bijvoorbeeld om die piezo-elektrische actuator net iets anders aan te sturen, waardoor de stroming net iets anders is en waardoor we dus die kleine druppeltjes kunnen voorkomen. Een ander probleem wat ik nog wil belichten, waar Canon mee kwam, was dat hun printers soms, vrij random, plotseling uitvallen. Dus de druppels worden hier plotseling groter, nog groter, het gaat langzamer, tot dat hele druppelvormingsproces opeens helemaal stopt. En dit is natuurlijk iets wat Canon wil voorkomen. Daardoor gaat de print, die komt er natuurlijk niet mooi uit te zien. Dus de vraag was, wat gebeurt hier nou eigenlijk?
En om te verklaren wat hier gebeurt, moesten we een manier zien te vinden om in die printkop te kunnen kijken. En u ziet hier dat die printkop nogmaals niet transparant is voor zichtbaar licht. Maar het is gemaakt uit silicium, dus wat we konden doen, was infrarood licht gebruiken om in die printkop te kijken. Want silicium is deels transparant voor infrarood licht. Dus we hebben een speciale opstelling gebouwd met een infraroodcamera, infrarood lichtbron en natuurlijk een microscoop, om in die printkop te kunnen kijken. En wat we vonden was dat belletjes aan de oorzaak liggen van het uitvallen van die nozzels. Dus die belletjes die worden ingehapt omdat dat gasbellen zijn, zijn ze heel compressibel en ze werken eigenlijk de drukopbouw in dat printhead tegen, waardoor er geen vloeistof meer uitkomt. En dat is wat u hier heel mooi ziet. En de uiteindelijke vraag, dit is voor Canon is het een groot probleem, omdat de enige manier om dit op te lossen is door de printkop uit te zetten en te wachten tot die belletjes oplossen. Nou ja, dat wil je als bedrijf natuurlijk niet. Het is een soort van Microsoft-oplossing. Dus de uiteindelijke vraag die we hebben is, hoe komen die belletjes daar? Wat is het proces dat daaraan ten grondslag ligt? Nou, dat is vrij ingewikkeld om dat te vangen in een video, in een filmpje. Omdat dit een heel stochastisch proces is. Wat zoveel wil zeggen is dat het de ene keer gebeurt het na 1 miljoen druppels. De andere keer gebeurt het na 1 miljard druppels. En het is een proces dat op de microseconde tijdschaal plaatsvindt. Gelukkig kunnen we hier ook die piezo-actuator, dus wat eigenlijk een luidspreker is, die kunnen we ook gebruiken als microfoon. Dus we kunnen luisteren naar de akoestiek in het printkanaal. En die akoestiek die verandert heel erg als er een luchtbelletje in zit. Dus wat we gedaan hebben, is we hebben die akoestiek die hebben we gemonitord. En op het moment dat die sterk verandert, zetten we onze camera aan om vast te leggen wat daar nou eigenlijk gebeurt. En wat we vonden hier, is dat vuildeeltjes ten grondslag liggen aan het inhappen van die luchtbellen. Dus dit is een zijaanzicht van het printkanaal. Hier worden druppels uitgeduwd. En wat we hier zien is dat een vuildeeltje dat daar een belletje op nucleëert. En dat belletje oscilleert in het drukveld in het printkanaal, groeit en daardoor valt de nozzel uit. En het probleem is eigenlijk nog groter, want die vuildeeltjes, dat zien we hier, die worden gevangen in de vloeistofstroming boven die oscillerende nozzel. En dat is nou precies de plek waar je ze natuurlijk niet wilt hebben. Nou ja, hoe komt dat nou? Dan moeten we ook goed snappen hoe die stroming hier plaatsvindt. En daarvoor voegen we al deze kleine soort van modeldeeltjes toe die we kunnen volgen in de tijd. En afhankelijk van de verplaatsing van die deeltjes kunnen we dus de snelheid van de vloeistofstroming bepalen. En zo de stroming in zo'n printkop visualiseren. En we zien hier zo'n recirculatiezone waar dus die vuildeeltjes in gevangen worden. En momenteel zijn we in het proces om precies te snappen hoe die interactie tussen die vuildeeltjes en die vloeistofstroming in zo'n printkop is. Allemaal om die stromingsleer goed te kunnen snappen en om het printen nog reproduceerbaar, nog sneller en nog efficiënter, nog betrouwbaarder te maken. En om deze belletjes, het invangen van die belletjes dus te voorkomen. Dank u wel voor uw aandacht. Nou, dankjewel Tim. Dit ging niet alleen over supersnel en betrouwbaar inkjet printen, maar je hebt ook een supersnelle presentatie gehouden. Wat me allereerst opviel, je had het op het laatst over die vuildeeltjes, maar waar komen die dan vandaan? Vuil is overal. Mm-hmm. En dat, maar ik neem aan in zo'n machine dat zo steriel mogelijk is. Ja, maar uiteindelijk zijn er mensen die met die machine werken. En we verliezen allemaal ontzettend veel huidschilfers. Ja. Dus het zijn vooral vuildeeltjes die wij zelf als mensen introduceren. En een andere vraag. Ik werk thuis graag met een vulpen die ik ooit in Japan heb gekocht. En ik laat ook allerlei verschillende soorten inkt uit Japan komen. Is dat dezelfde inkt die in zo'n grote machine gebruikt wordt? Nou, bij Canon gebruiken ze verschillende soorten inkten. Ja, wat voor soorten bijvoorbeeld? Dat zijn bijvoorbeeld, nu is er, is er heel veel interesse in waterige inkten, omdat die heel milieuvriendelijk zijn. Mm-hmm. Dus dat zijn pigmentdeeltjes die gestabiliseerd zijn en opgelost, soort van opgelost in water. Ja.
En eens die op het papier komen, dan verdampt dat water en blijft dat pigment achter. En dat is wat we waarnemen. Oké, maar je kunt dus experimenteren met verschillende soorten inkt om te kijken of dat weer een ander effect Zeker. In de machine geeft. Ja, en bijvoorbeeld dus waterige inkten werken niet op bijvoorbeeld gladde oppervlakken. Dus als je op glas wilt printen, dan, ja. Dan worden bijvoorbeeld inkten gebruikt die onder de invloed van licht hard worden. En op die manier een mooie print opleveren. Oké. Vragen van jullie? Ja, ik heb eigenlijk twee vragen wat mij opvalt. Bij die nozzel, daar zie ik dode hoeken aan de zijkant. Dat zou je nooit zo willen hebben eigenlijk. Want daar zou je normaal wervels krijgen. Is dat zo getekend of is dat in werkelijkheid ook zo? Nou, dat is een hele goede vraag. En het verschil tussen wat je zou willen hebben en wat je kunt maken, ja. Ook goedkoop, daar zit een behoorlijk verschil tussen. Dus wij als wetenschap kunnen precies aangeven wat de beste en de meest stabiele geometrie zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld met ronde hoeken. Maar vervolgens moet dat natuurlijk wel gemaakt kunnen worden. En daar zit altijd, het is altijd zoeken naar een balans. En dat is meer aan kennen. Aan het bedrijfsleven om dat te doen. Maar inderdaad, het klopt dat het waarschijnlijk. En dat zien we ook als wij de openingshoek van de nozzel een kleine hellingshoek geven van 10 graden. Dan kunnen we gemiddeld gezien 1000 druppels meer jetten voordat een luchtbelletje ingevangen wordt. Ja. Dan wanneer die echt rechte hoeken heeft. Ja. Nou ja, eigenlijk, dus het verandert de hele stroming in de printkop. En die stroming is vrij complex, omdat die stroming dus meebeweegt met de nozzel. Dus op zeg maar 100 kilohertz, milliseconden schaal, beweegt die stroming op en neer. En dat gemiddeld gezien levert dat dus zo'n wervel op. Maar in werkelijkheid is het wat complexer. Is het niet zo klein dat je eigenlijk voornamelijk laminaire stroming hebt? Of is het... Nee. Ja, het is een... Het is een oscillerende stroming. Dus de stroming in zo'n printkop oscilleert met de akoestiek in de printkop op, laten we zeggen, 140 kilohertz. Die stroming die oscilleert dus heel erg sterk. Maar de gemiddelde beweging van de vloeistof zorgt er dus... Ja, dat vormt die recirculatiezone. Van slechts een paar millimeter per seconde. Maar de eigenlijke stroming is echt een meter per seconde schaal. Op deze microschaal. Dus dat gaat heel erg snel. Een Dan andere gaan we vraag terug die ik naar heb. De eerste vragen stellen. Ja. Ja? Is het niet een idee om de vloeistof te ontgassen? Want kennelijk zit er lucht in. Hè? En dat komt dan vrij als er een deeltje kan zich aan een kiem vormen. Dus het zou inderdaad cavitatie kunnen zijn. Dus als het veldeeltje hydrofoob is. Dan zou er een kleine gasbel, een nucleus, zou op het deeltje kunnen zitten wat in een negatief drukveld caviteert. Het kan ook zijn dat er interactie is tussen het velddeeltje en de meniscus zelf. En dat die echt door de meniscus heen vuil van buiten het printhead pakt en mee naar binnen neemt. Dat is eigenlijk nog steeds een open vraag die we maar hebben. Als er geen gas in zit, zeg maar in de vloeistof, want er zit natuurlijk normaal... Beweegt dat in de lucht of wordt het gemaakt ergens en het vat schudt en komt gewoon lucht in. Mm-hmm. Als dat eruit gehaald wordt, dan heb je denk ik ook veel minder last van dit soort verschijnselen. Zeker waar, want de rectified diffusion, dus het mechanisme waar die bel door groeit, dat zal dan inderdaad een stuk minder zijn. Ja, dus de nozzels zullen altijd open zijn. Ja, mag ik de microfoon even, want dan kan jij die gebruiken. Ik zag dat er in de hoeken zich die bellen vormen. Maar als je nou de structuur van dat vlak beïnvloedt met ribbetjes bijvoorbeeld, waardoor je die belvorming kan voorkomen, experimenteren jullie daar ook mee? Want dit is een vrij eenvoudige vorm van de Ja, ik wou even dit filmpje laten zien om te laten zien dat die bellen eigenlijk in het midden van het kanaal vormen. Dus het is een axisymmetrisch, een rond kanaal. En wat u ziet is een velddeeltje wat in het midden zit.
En daarop caviteert die bel. Ja, dus, en dat ziet u hier. Dus er zijn, het wordt het Narcissus-effect genoemd. Dus de bel, de akoestiek van de bel reflecteert op de harde wand. Waardoor het voor de bel lijkt alsof er aan de andere kant van de harde wand, de glazen wand of de siliciumwand, wat bijna hetzelfde is, voor die bel een andere bel lijkt te zitten die in fase trilt. En die twee bellen die trekken elkaar aan. Dat zijn secundaire stralingsdrukkrachten. Ja, maar als je dus compiancies of zachte membraantjes toevoegt aan zo'n inktkanaal, dan verandert de hele akoestiek. Dus dat is eigenlijk iets wat. Dat maakt het zo ontzettend complex. Er zit een zacht membraan en daar zit de piezo-actuator op. En dat vervormt. En om goed te kunnen snappen en kunnen controleren hoe die akoestiek in dat kanaaltje zich gedraagt, wil je eigenlijk niet nog meer dempers of zachte membranen introduceren. Mm-hmm. Graag een hartelijk applaus op dit moment voor Tim Segers. Ik wil namelijk graag onze laatste spreker introduceren, professor Dr. Daniel Bon. Onze laatste spreker, professor Dr. Daniel Bon, directeur van het Van der Waals Zeeman Instituut voor Experimentele Fysica in Amsterdam, verbonden ook aan de Universiteit van Amsterdam. Vooraanstaand expert in soft matter, materialen. Klopt dat of niet? Ja, oh, gelukkig. Dat mag je best zeggen. Ik zou het nooit over mezelf zeggen. Nee, maar ik mag het wel zeggen. Vooraanstaand expert in soft matter. Dat zijn materialen die gemakkelijk vervormen, zoals gels of plastic. En ik had je presentatie van tevoren nog niet gezien, maar ik begreep zo net van Detlef dat jij gaat spreken over pesticiden in de landbouw. Klopt dat? Dat klopt. Ah, nou, graag een hartelijk applaus voor Daniel Bon. Ja. Eerst even een zenmoment. Dit zien we allemaal iedere dag. Dit is namelijk gewoon een druppelende kraan. Maar ik heb iets wat jullie niet hebben, waar ze in Twente ook een heleboel van hebben, is een snelle camera. En die camera maakt 40.000 beelden per seconde hier. En dat stelt je in staat om allerlei dingen te zien die je met het blote oog niet kan zien, want je oog maakt ongeveer 16 beelden per seconde. En dan zie je dat het opbreken van een druppel iets heel ingewikkelds is, zoals we net ook al hebben gezien. En die satellietdruppeltjes is precies waar ik het over wil hebben. Want die zijn niet alleen heel belangrijk in de printapparaten van Canon, maar die zijn ook heel belangrijk in de landbouw. En ik heb van Detlef de moeilijke taak gekregen om jullie iets te vertellen over vloeistofmechanica in voedsel en landbouw. En ik ga proberen dat in een kwartier te doen. Ik ga beginnen met de landbouw. De grote uitdaging in de landbouw is dat de wereldbevolking alsmaar groeit. Dat er meer en meer voedsel nodig is. En dat voedsel kunnen we niet produceren zonder pesticiden. Dus de voedselopbrengst per hectare is de laatste 2-3 decennia met ongeveer een factor 5 vermenigvuldigd. Omdat we veel betere pesticiden hebben. Maar die pesticiden die vervuilen onze planeet, dus dat willen we niet. Ze zijn gevaarlijk af en toe, dat willen we ook niet. En een ander saillant detail is dat ongeveer de helft van de pesticiden die boeren in het veld spuiten op hun doel, namelijk op de plant waar je ze wil hebben, terechtkomen. En de rest gaat verloren. En dat is een hele hoop geld. En dat is nog veel meer geld dan jullie denken. Want dit is de belangrijkste bron van oppervlaktewatervervuiling, speciaal in Nederland. We zijn weer terug bij het eerste verhaal. Dat zijn de kleine druppeltjes in de spray, zoals die kleine satellietdruppeltjes die ik net liet zien. Die waaien weg met de wind en in Nederland is naast ieder veld, zoals jullie weten, een sloot.
En daar komen die druppeltjes met die gevaarlijke pesticiden dus in terecht. En dat haalt regelmatig de kranten. De kaart van Nederland is helemaal rood gekleurd. Dat wil zeggen dat je daar echt het oppervlaktewater, dat het oppervlaktewater daar heel vervuild is. En jullie herinneren jullie misschien die vreselijke krantenkop over de pesticiden in Luiers in de Bollestreek. Daar moet je dus als vloeistofmechanicus iets aan doen. Helaas is dat best een ontzettend ingewikkeld probleem. Ik zal niet in detail treden. Maar dit is de manier waarop boeren een spray maken. Dat is een vloeibare sheet. Hier is de sheet een soort konisch, heeft een soort konische vorm. Die sheet heeft allerlei instabiliteiten. Die zie je aan de zijkant. Die instabiliteiten zorgen ervoor dat die vloeistof opbreekt in een soort worstjes van water. En dan doet de oppervlaktespanning zijn werk en breekt die worstjes op in druppels. En dan krijg je een hele grote, brede druppelgrootteverdeling met dus hele grote druppels die van het blad afrollen en op de grond komen. En hele kleine druppels die wegwaaien en in het oppervlaktewater terechtkomen. Nou, we hebben heel lang en diep nagedacht over waar die druppelgrootteverdeling vandaan komt. En daar hebben we een hele mooie formule voor opgesteld die ons in staat stelt om de druppelgrootteverdeling te voorspellen op basis van het soort nozzel wat we gebruiken en de pompdruk en de vloeistof, et cetera. Maar de ellende van het verhaal is dat we dat zo goed begrijpen dat we ook begrijpen dat die druppelgrootteverdeling universeel is. En je dus niet specifiek de kleine druppels kan onderdrukken om te zorgen dat die niet wegwaaien en in het oppervlaktewater terechtkomen. Nou, toen hebben we ontzettend lang en hard gedacht. En zoals ik net heb gehoord, ben ik een specialist op het gebied van complexe vloeistoffen. En wij speelden al een tijdje in het laboratorium met verdunde polymeeroplossingen. En als ik hetzelfde experiment wat ik jullie net liet zien voor de waterdruppel doe met een hele verdunde polymeeroplossing, dan ziet dat er heel gek uit. Dat zijn jullie met me eens. En wat je hier ziet is dat die waterdruppel heeft moeite om zich los te maken van de rest van de vloeistof. En dat is eigenlijk precies het effect wat ik zoek. Want dat zou ervoor kunnen zorgen dat we de kleine druppeltjes onderdrukken. En dat zijn helemaal geen ontzettend ingewikkelde polymeeroplossingen, want jullie hebben ze allemaal in je mond. Dit is Martin, die exact mijn laboratorium-experiment nabootst met speeksel. Want je speeksel zit vol met polymeren en die polymeren kun je dus gebruiken om dit soort doelen te halen. Nou, werkt dat ook? Nou, dat blijkt eigenlijk ontzettend goed te werken. Dit is een platte sheet, dat is een ander soort nozzle die boeren in Nederland heel veel gebruiken. En je ziet dat voor aan de linkerkant voor water sheet heel onregelmatig is en heel snel opbreekt. Terwijl als ik een klein beetje van mijn favoriete polymeer toevoeg, die sheet heel rustig wordt en eigenlijk helemaal niet meer wil opbreken. En dat zorgt ervoor dat de kleine druppeltjes verdwijnen. En als we dat meten, een goede maat voor de druppeltjes die nog net wegwaaien, zijn alle druppeltjes kleiner dan 100 micrometer. Dan vinden we dat voor water 20% van het volume van de spray zit in die druppeltjes kleiner dan 100 micrometer. En die waaien dus allemaal weg en komen in de sloot. En als we een klein beetje van het polymeer uit het speeksel van Martin toevoegen, het is niet precies dat polymeer, maar het lijkt er wel op, dan reduceren we dat tot 5% van het volume van de spray. En dan hebben we dus echt iets gewonnen. Nog een keer proberen. Nou, dat is tot mijn grote vreugde een start-up met een echt product. En de start-up verkoopt een jerrycan aan boeren met die polymeren erin. En die boeren doen dat bij de pesticiden in de sproeitank. En dat zorgt ervoor dat dat sproeiproces
ontzettend veel schoner wordt. En zoals ik zo meteen zal laten zien, ook nog een stuk beter. Oh. Dat was een... En dat werkt in het veld ook echt. En dat is precies wat de boeren ervan overtuigt. Het bedrijf is nu de grootste fabrikant van dit soort additieven voor de landbouw in Nederland. Je voegt een heel klein beetje polymeer toe. En je ziet dat die hele mist rond de sproeiboom verdwijnt. Het andere ontzettende leuke effect van die polymeren is dat ze ervoor zorgen dat die druppels goed op de bladeren blijven zitten. Dus bladeren zijn typisch heel waterafstotend, want anders gaan ze rotten na de eerste regenbui. En als je dus sproeit met water in het veld, dan krijg je dit soort dingen. En dat is precies de reden waarom ruwweg de helft van de pesticiden niet op hun bestemming aankomt. Als ik precies hetzelfde polymeer toevoeg, gebeurt er iets magisch, namelijk die druppel die blijft op dat waterafstotende oppervlak zitten. En als je me niet gelooft, dan kan ik dat ook nog doen met een pesticide op een lente-ui. En dit is het pesticide wat gebruikt wordt om schimmel op ui te voorkomen. Ik zal hem nog een keer laten zien. En het polymeer zorgt er dus ook nog voor dat er veel meer van die pesticiden op die plantenbladeren blijft zitten. Nou, dat is echt heel leuk. Dus dit is het bedrijfje. De jerrycan, de spray met het polymeer, de spray zonder het polymeer. En dat is nu een officiële antidrift technologie toegelaten door de Nederlandse overheid. Als zijnde een goede maatregel om vervuiling door pesticiden te verkleinen. En het bedrijf vertelt de boeren dat ze 25% minder pesticiden mogen gebruiken. En dat is ook nog steeds een ontzettende mooie winst. Miljarden euro's voor Nederland alleen. Het stond op mijn slide, ik ben vergeten het te zeggen. Nederland is het tweede landbouwland ter wereld in geld. Dat is ongelooflijk als je kijkt naar het oppervlak van ons kikkerlandje. Maar na de Verenigde Staten hebben wij de grootste omzet. Dat was de agro. Nu moet ik van Detlef jullie ook nog vertellen over waarom dat voor voedsel zo belangrijk is. Jullie hebben allemaal ratatouille herkend. En ratatouille doet iets heel geks met twee dingen die hij in zijn mond stopt. En als hij dat samen in zijn mond stopt, dan wordt hij heel blij. Dan heeft hij een heel goed mondgevoel. En Unilever kwam naar ons toe en vroeg, kunnen we op de een of andere manier dat mondgevoel, kunnen we dat kwantificeren? Nou ja, dat is natuurlijk voor een reoloog een ontzettende mooie vraag. Maar als we even nadenken over onze zintuigen, we hebben er vijf, als er geen pseudowetenschappers in de zaal zijn, dan weten we voor de meeste van onze zintuigen dat ze een ontzettend groot gebied kunnen waarnemen. Ja, de schaal voor geluid is de decibel, dat is een logaritmische schaal. Als het geluid 10 keer harder wordt, ervaren wij dat als 2 keer zo hard. En daarom kunnen we heel zachtjes luisteren en hele luide popconcerten kunnen we verdragen. Hetzelfde geldt voor onze ogen. We kunnen dingen zien van micrometers, kleine stofdeeltjes. En we kunnen ook dingen zien van 10 kilometer groot. Hetzelfde geldt voor voelen. Maar de vraag was van, kunnen we iets zeggen over hoe dat nou werkt voor proeven? En Unilever was Unilever niet, als ze niet een heel specifiek idee in hun hoofd hadden daarvoor. Namelijk knorsoepen. Als zij een knorsoep maken, voor de winter moet dat een stevige soep zijn en voor de zomer moet dat een heel dun soepje zijn. Of zoiets. In ieder geval willen ze weten hoe jullie en ik de dikte van die soep ervaren. En de vraag die ons dus weer heel serieus werd gesteld is, hoe dik is een soep? Oké.
Nou, we hebben allerlei meetinstrumenten die ons in staat stellen om een objectief antwoord te geven op die vraag. We pakken de soep. Antoine, de postdoc die dit deed, filterde met een theezeefje de stukjes wortel eruit. En dan kunnen we hem tussen twee platen kunnen we hem laten bewegen. En dan meten we de kracht die nodig is om hem te laten bewegen met een bepaalde snelheid. Ja, en voor een gewone vloeistof zou dat de viscositeit zijn. Voor een soep met verdikkingsmiddelen en allerlei dingen is het iets ingewikkelder, omdat die viscositeit afhangt van de snelheid. Nou, dat is wat je hier geplot ziet voor 8 verschillende soepen. En toen dachten we van, ja, maar dan, wat gebeurt er nou precies in die mond? Nou, in die mond is je tong wat de dikte gaat meten door die soep te squeezen, in goed Nederlands, tussen je tong en je gehemelte. Ja, dan kun je dus een simpel model verbouwen. Die tong is heel zacht, dus die gaat deformeren. Je gehemelte is hard. De eigenschappen van die vloeistof die je daar dan tussenuit drukt, die hadden we net gemeten. Ja, en als je dan de vloeistofmechanica opschrijft, dan krijg je een uitdrukking voor de kracht die nodig is per eenheid oppervlak van je tong om die soep tussen je gehemelte en je tong uit te drukken. Dat is natuurlijk iets anders dan de dikte die jullie ervaren. En gelukkig was de Universiteit Wageningen ook in dit consortium. En die hebben een paneltest laten doen. Score die soepen 1 tot en met 8 op dikte. En daar krijgen ze een training voor. En als je dan de score van de gemeten dikte uitzet tegen ons model voor de kracht die nodig is op je tong, dan krijg je een hele mooie logaritmische wet. En dat betekent dus dat net als je oren, je tong een logaritmisch meetinstrument is. En dus weten we nu waarom Ratatouille zo blij is. En weten jullie nu ook dat vloeistofmechanica het allerbelangrijkste is voor voet en agro. Ik dank jullie wel. Dankjewel, Daniel. Ja, fantastisch. Net weer zo'n concrete toepassing van vloeistofmechanica en dynamica als de vorige verhalen. Even een wat meer fundamentele vraag. Je begon je verhaal met te zeggen dat onze landbouw mondiaal gezien heel veel opbrengt doordat we pesticiden gebruiken. Is landbouw ook mogelijk zonder pesticiden? Landbouw is uitstekend mogelijk zonder pesticiden. Maar dan brengt het minder op. Maar met een vijfde van de opbrengst. En daar kunnen we de wereld niet van voeden? Nou ja, het probleem is natuurlijk dat de wereldbevolking nog steeds groeit. Mm-hmm. Dat is een slide, ik heb hem niet in mijn presentatie gezet. Maar als je de wereldbevolking uitzet en je fit dat aan een machtswet, mm-hmm, dan zie je dat de wereld in 2026 vergaat. Mm-hmm. Omdat er dan een oneindig aantal mensen zijn. Ja. Met andere woorden, die pesticiden zijn nodig. Ja, en dus zijn die nodig, pesticiden zijn helaas zijn echt nodig. Want anders gaan we allemaal dood. Oké, okay, ja. Dan is het maar heel goed. Ik breng het nu weer even wat naar een positieve vaarwater terug. Dat jullie hebben ontdekt hoe je minder pesticiden kunt gebruiken. En hoe je ervoor kunt zorgen dat ze niet allemaal in het oppervlaktewater terechtkomen. Ik polariseer ik hoor de discussie al ontvlammen. Ik geef nog even gelegenheid voor een aantal vragen. Wie mag ik de microfoon geven? Als ik kijk naar die twee plaatjes met en zonder uw polymeer, is die polymeer dan voornamelijk bedoeld om de oppervlaktespanning te verlagen? Of ga je ook met die polymeer iets maken waardoor je hechting krijgt op dat oppervlak? Dus het moet waarschijnlijk iets organisch zijn. Nee, het is stromingsleer.
Oké. Dus wat dat polymeer doet, en dat kun je goed zien in het experiment met Martin. Het polymeer, sorry. Mijn computer luistert slecht vandaag. Je moet het polymeer voorstellen als een klein rubber elastiekje. En als ik een rubber elastiekje in een strekstroming breng, dan rekt dat elastiekje uit. Maar de natuurlijke vorm van dat polymeer is een kluwe. En er is dus een elastische recoil op het moment dat ik daaraan begin te trekken. En dat is het effect wat je ziet hier. Dus het polymeer doet niets met de oppervlaktespanning. En doet hij ook niets om het bijvoorbeeld wat meer tixotroop te maken of zo? Nee, als je dit in een rheometer stopt, is het zo verdund dat je eigenlijk alleen maar de viscositeit van water vindt. Dus in shear doet het niks, met de oppervlaktespanning doet het niks. Het doet er alleen maar wat als je eraan trekt. Ja, want het mag niet heel viskeus worden, want dan kan de boer het niet meer sproeien. Nou, je toch over rekstroming begint. Bij het squeezen tussen je tong en je verhemelte heb je ook rekstroming. En je correleert dat toch met shear viscositeit. Ja. Want? Daar had ik heel lang over nagedacht. Ja. De polymeren die Unilever gebruikt, die iedereen gebruikt als verdikkingsmiddel, zijn staafjes. Want dat is een goed verdikkingsmiddel. Dit is geen goed verdikkingsmiddel. En dat is dus heel shear thinning en heel weinig elastisch. Terwijl dit helemaal niet shear thinning is en heel erg elastisch. Mooi, bedankt. Ja. De schrijver van het positiedocument. Jij bent de laatste vragensteller. Vroeg me af, je laat natuurlijk voorbeelden zien, de werk wat jullie voor Unilever hebben gedaan bij de vorige spreker voor Canon. Maar hoe zit het met patenten? Dan zou je zeggen van ja, we hebben nu het stofje gevonden. Nou, je legt ons uit wat dan algemene fysica is. Oh, die is ook wel wat genuanceerd. Maar dan is het van ja, oké, wat gaat Unilever nou uiteindelijk gebruiken en wat gaan ze verkopen? En dat willen ze waarschijnlijk niet met de concurrentie delen. Kun je daar iets over zeggen, hoe dat in de praktijk gaat? In de praktijk gaat dat goed. Tot het echt ingewikkeld wordt. Dus met Unilever, die hebben hun soepel al geformuleerd. Daar hebben we geen IP aan toe te voegen. Ik heb net een prachtig project met Moderna van het coronavaccin. Om vaccinatie te doen met hele kleine druppeltjes door het te inhaleren. Mogen we niet doen, omdat we het niet eens worden, omdat de universiteit en de industriële partner en Moderna het niet eens worden over de IP, is het project gewoon niet eens begonnen. En we hadden de wereld daar heel erg mee kunnen helpen. Maar ja, dus meestal gaat het goed. Af en toe gaat het heel erg mis. En dan kun je gewoon het project niet doen. Oké, ik wil jullie allemaal heel erg hartelijk bedanken voor jullie presentatie. Graag een hartelijk applaus. APPLAUS